Goedemorgen iedereen! Het is nu 7:10, like dat je kunt zien. Ik ging normaal vandaag geen video maken, omdat er niet echt dicht bij rommelmarkten zijn. Omdat ik late shift heb en dan moet ik om 10:30 beginnen. Maar ik ben nu toch al zo vroeg wakker en het is 7:10 en ik heb gezien dat er in Kortrijk, in Pieter de Koninklaan, dacht ik dat was. Pieter de Koninklaan, ja, is er een rommelmarkt en ik zeg ja, weet je wat, ik ben toch wakker. En het is ongeveer een klein half uurtje rijden, dus dat wil zeggen, max tegen 7:30 ben ik daar. Kan ik op mijn gemakje nog een uurtje of twee uurtjes daar rondlopen. Dus te zien hoe groot dat is. En voilà, we gaan dat gewoon doen. Waarom? Omdat ik het te maken zijn voor naar rommelmarkten te gaan. Ton en Hulder content. Jullie hebben content en ik ben content. Voilà. Ja, we gaan een keer gaan kijken wat we misschien eventueel kunnen vinden. Hè. Zijn jij er klaar voor zo nog een keer een rommelmarktje te zien? Goed, allez, tot zo biedt. Let's go! Yo! Ja mensen, we zijn toegekomen, maar die hele lijn hier, overal, dat is, dat hier, dat is hier een heel Kortrijk, hè? Wat is dat eigenlijk? Kun je dus nergens parkeren, overal staat stampende vol. Volgens mij is het een tamelijk grote rommelmarkt, maar ja, we gaan het zien hè, mensen, we gaan het zien, we zijn hier en we gaan op ons gemakje een tourke doen. Goed, ga jij mee? Allee, kom, we zijn ermee weg. Voilà, zie. De rommelmarkt is gedaan. Schone grote rommelmarkt hier in Kortrijk. En we gaan nu naar huis en we gaan een keer tonen wat we allemaal gevonden hebben. Let's go! Voilà die mensen, en ondertussen zijn we dus weer thuisgekomen. Ik moet binnen 3 kwartier gaan werken, dus ik weet niet of dat ik de video direct nog ga kunnen uploaden of niet. Anders zal het een video zijn voor vanavond dan. Geen enkel probleem. Goed, we gaan een keer tonen wat we allemaal gekocht hebben. We gaan beginnen met dat hier. Dat is de Die Another Day 007 van James Bond. Een ijzeren doosje. Ik zag dat liggen. Ik zei, allee, wat is dat? Ik heb dat open gedaan. En wat zat er daarin? Gewoon een spel kaarten zat er daarin. Dus gewoon, het zijn allemaal, ja, gewoon spel kaarten. Maar wel met allemaal afbeelding vanuit de film van Die Another Day. Voilà. Dus dat zat er zo erin.
Dat was 1 euro. Waarom heb ik dat gekocht? Geen idee. Maar ja, ik vond dat gewoon tof en ja. Goed. Het volgende dat ik gekocht heb was ook 1 euro. Dat was wel chic. Dat is de Matrushkas. Het eerste seizoen. Schone, ja, hoe noem je dat? Boxset, ja, zoiets. Voilà. Dus voor 1 euro is alles is geen geld. Matrushkas is een heel, heel goede serie. Vlaamse serie. Ja, voor mij een van de betere Vlaamse series die er zijn. Voilà, dus Matrushkas voor 1 euro. Dan de volgende is een Blu-ray. Dat was 2 euro. Normaal vroegen ze 3 euro, maar ik had afgeboden naar 2 euro. En dat was met Matt Damon Green Zone. Voilà. Ik weet niet of ik hem al gezien heb, ja of nee. Maar ik denk dat dat wel nog een goede film is. Met Matt Damon. Voilà. Dan de volgende film. Dat zie ik ook graag. Dat zijn zo van die politie-corrupte toestanden. Dat is Dark Blue. Die heb ik wel al een keer gezien. Dat is ook nog een goede film. Dark Blue met Kurt Russell en Ving Rhames. Voilà. Dat was 1 euro. Dan de volgende film is met Chuck Norris. Heb ik nog nooit gezien. Dat is The Octagon. Voilà. Nog nooit gezien. Dan de volgende film is een special edition. Met zo'n boekje bij en twee discs. En dat is met Robert De Niro, Raging Bull. Heb ik ook nog nooit gezien. Boxfilm, ik zie dat wel een keer graag, een boxfilm. Dus Raging Bull. Voilà, was ook 1 euro. Dan de volgende is ook met Chuck Norris. Dat vind ik wel een heel toffe. Dat is Lone Wolf McCade. Voilà, Chuck Norris en David Carradine. Voilà. David Carradine heb ik zelfs nog in het echt gezien. Hij was, ik denk op Facts was hij een keer, maar heel, heel lang geleden. Een van de eerste keren dat ik naar Facts ging. Ik denk wel dat Facts was. Ik ben het niet zeker, maar ik denk het wel. Het was als ze zijn hand in, daar in Citadel, of hoe noem het. Dus ja, Lone Wolf McCade met Chuck Norris. Dan de volgende film heb ik ook nog niet gezien. Ik heb wel de remake al gezien, maar ik wist al zelfs niet dat er eigenlijk een origineel was. Ik heb dat ontdekt via Movie Matters podcast. Dat is Cape Fear, de origineel. Dus ik wist het niet dat er een origineel was. Is dat wit-zwart? Ik denk het wel, maar ik ben het niet zeker. Dus kijk er wel een keer uit om naar te kijken. De remake is dan blijkbaar met Robert De Niro en Nick Nolte. Dat is een supergoeie film, dus ik ben wel een keer benieuwd of dat ook een even goede film is. En dan de volgende film heb ik vroeger nog in de cinema gezien. Dat is met Antonio Banderas en Salma Hayek. Dat is Desperado. Dat vind ik echt ook een mega goeie film. Ja, dat is gewoon verstand op nul en schieten, schieten, schieten. Ja, voilà zie. Voilà, dat waren een beetje de films dat ik gekocht heb. Gaan ze nog een keer vlug overlopen. Desperado, Cape Fear, Lone Wolf McCade, Robert De Niro, Raging Bull, Chuck Norris, The Octagon, Dark Blue, Green Zone en Matrushkas. En dan ook nog mijn spel kaarten, wat ik daarmee ga doen. Ah ja, ja, kaarten zeker, hè? Wat moet er anders mee? Goed, voilà, dat was de video. Allemaal bedankt om te kijken. Volgende week is het een lang weekend. Dan is het zaterdag, zondag, maandag rond Marten. De vrijdagavond heb ik een feestje. Dus ik ga proberen voor toch de zaterdagochtend naar de Rommelmarkt te gaan. We blijven daar wel slapen, maar misschien dat er daar wel iets in de buurt is ofzo. We gaan het wel allemaal zien, hè, mensen. Voilà, allemaal bedankt om te kijken. Like de video. Je kunt mij volgen op Instagram. Blu-rayDaddy82. En voilà. Ik zeg tot de volgende keer. En salut!